Tekenfilm. Hey, wat is er mis met Gumball? Hij zit met een verdrietige gordijn. Daarom is hij verdrietig. Maar waarom? Hey, je kunt me alles vertellen, maatje. Wat maakt het nou uit? We zijn toch stomme poppen. Ik bedoel, mijn oren zijn ook raar. Maar niemand nee! Wil net, snap je het nou niet? Oh, waar heb jij het over? We zijn nep. Alles is nep. Kijk, mijn mond beweegt zelfs niet als ik praat. En hoe zit het dan met overgebleven snoepjes? Dat is een nep. Je hebt niks. Je houdt niks vast. Wat is dit voor een stomme serie? Oké, ik ga hamburgers kopen. Pap, je hebt niet eens geld. Haal dan zakken uit de raad al. Kijk, geld. Je zei net, kijk, geld. Waar is het geld dan? Even wacht. Oké, het lukt me niet. Oké, kijk, Gumball. Ik weet dat je vindt dat we geen poepen zijn, maar... Maar weet je nog die ene hotdog dat je deelde met Penny? En je had gewoon met, je hebt gewoon met papier betaald. En dat was wat, ja? Hè? Dat is geen geld. Wat is het dan? Weet je wat? Ik ga het nu al doen. Wat ga je doen? Ik ga zorgen dat deze serie nu meteen stopt. Wacht, nee. Ik geef de 100 euro. Ga je nooit meer gaan meedoen. Oké, geef die 100 euro maar. Op papiertje ga ik even groen. Je schrijft niet eens. En dan je schrijft niet eens. 0-0. Je schrijft gewoon. Hier. En dat is nep. De poepen van Gumball is officieel vanaf nu gesloten. Oh nee! Ja. Waarom blijf ik daar belangrijk verdwijnen? Ik hou van je, Gumball. Mijn laatste woorden zijn Gumball. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Waarom is het al zo zwaar? Ik voel me plat. Ik ben een tekenfilm. Ik ben een tekenfilm. Hoe moet ik dit allemaal doen? Oké. Hallo? Is iemand hier? Hallo? Oh mijn god. Ik ben een tekenfilm. Het was... ik voel me nu eigenlijk veel energie. Want ja, toen ik pop was, voelde ik me echt knuffelen. Maar nu niet meer. Wat als ik nu iets heb gedaan, waardoor ik mijn familie nooit meer zie en nu voor eeuwig zo de enige tekenfilm achter ben. En dan weet ik dat wat ik heb gedaan. Oké. Rustig, Gumball. Alles is in orde. We gaan gewoon kijken of er anders zijn. Darren? Anaïs? Pap? Mom? Directeur Brown? Meneer Robinson? Penny, Tobias, Joe, Ellen. Nee, Ellen, als je het hoort, ik ben liever alleen de wereld dan met jou. Waar is toch iedereen? Ik vraag eigenlijk af waar iedereen is. Mam, ik zie echt niemand. Hoe moet ik daar iemand nu nou zoeken? Oh. Hey. Ik kan misschien iets schrijven. Nu kan ik wel schrijven. En mijn mond beweegt dus wel. Oké. We gaan eens zien wat we kunnen doen. Maar nog steeds, ik ben niet echt. Ik ben nep. Misschien heeft Gumball Watterson dit wel verdiend. Maar ik kan misschien een kleine reclame maken. En op naar de reclame. Zullen we zien dat Gumball terug naar zijn eigen poppenwereld zal gaan? Of blijft daar een tekenfilm? Of gaat die serie nou stoppen? Of gaat hij weer eavesdroppen na het jaar of daarvoor? Of was Kerstmis niet zo'n goed special? Wat gaat er gebeuren? Komt er een nieuwe Gumball Chronicles-serie, maar dan met alle feestdagen erin? Wauw, daar heb ik nog nooit zoiets voorgesteld.
Maar allemaal heel... Ja, waar is denk ik nu even geen serie, laten we zien. Waar, wie was dit? Wie praatte? Oh, Gumbo. Mijn naam is Bembo Klee. Bembo Klee? Ben je van klei gemaakt? Nee, ik ben juist de maker van Gumbo. Oh, oké. Nou, fijn je eigenlijk eindelijk te ontmoeten. Meneer Boklee, dus kun je me helpen om dit te doen? Wat? Maar doe jij mijn stem? Nee. Nee, dat ben ik eigenlijk. Wie ben jij? Oh, mijn naam is Jacob Hopkins. Maar ik doe altijd je stem. Oh, maar jij ziet er wel echt uit. Dat snap ik niet. Oké, Jacob. Zeg maar iets van Gumball. Zodat hij echt gaat zeggen. Wat? Wat? Zo voorspelbaar ben ik toch niet? Dus jij bent echt mijn stem. Oké, en nu ga ik tekenen de Gumball wandelt. Hé, oké. Maar hoe kunnen we mijn familie vinden en de andere poppen? Oh, ik bedoel, mijn vrienden en andere familieleden zijn gewoon gemaakt van papier geplakt aan blokjes. Kijk, Gumball, we hebben je wens laten uitkomen. Je wilt tekenfilm zijn en nu ben je tekenfilm. Ja, maar mijn vrienden zijn weg. Dat is ook niet leuk. Dat was, ik heb ieder zijn eigen wens. Ieder wil poppen blijven, maar jij was de enige. Dus nu heb je naar een andere wereld gestuurd. Natuurlijk! Ik moet poppen maken! Oké, poppen, zeg maar. Alakazam, waarom gebeurt er niks? Dat zijn Lego, Gumball. Jij moet echt poppen. Weet je wat, ik maak klei van ze. Dat werkt ook niet. We willen Komansi hebben. Maar waar vind je nou toch Komansi? Kan Funko Pops zijn? Of soufflé? Of van eten gemaakt? Alsjeblieft, hou op! Ik ben hier om je te helpen. Jij en ik zijn de hoofdpersonage van deze dag. Oké. Maar dus, ik heb wel vragen hierover. En wat zijn je vragen? Het kan een heleboel vragen zijn, meneer Boklee. Ik zal ze stellen. Bent u echt? Ja. Nou, waarom mocht ik en Penny niet elkaar een verkering vragen en dan mocht ik haar niet uit het schil zetten? En waarom een paar afleveringen seizoen 1 wel? Het zijn... vergeet die vragen. En ook nog iets. Je hebt niet de eerste tekenfilm die ik heb gemaakt. Oh, oké. Is er dan nog iets anders? Oh, ken je Cartoon Network Crossover 2004? Ik denk het. Ja, zo allemaal in de bus. Oh ja, yeah, die Starfire in de bus. Ja, en ook Beast Boy. En ook nog veel meer Cartoon Network die ik niet ken, maar ik heb ze toch getekend. Ik heb nog een vraag. Waarom is Darwin mijn slaaf? Darwin je slaaf. Hij is je beste vriend. Zelfs je broer. Ja, dat bedoel ik nog. Als Anaïs dit hoorde, dan zou hij sowieso weten waar ik het over heb. Hoor je dat, Anaïs? Darwin is niet mijn slaaf. Hij is mijn beste vriend. Oh, ja. Ja, ja. Als ze tenminste me kon horen. Anaïs is met een... iets anders bezig. Dus die zijn met andere dingen bezig. Maar nu hebben ze de nu heb ik een ander Gumball naar de poppenwereld gestuurd. Is hij ook leuk? Een soort van. Oh, oké. Een soort van betekent niks. Oké. Dan vraag ik mezelf. Stel ik mezelf een vraag. Wat is de belangrijkste ding in je leven en in de wereld? Nou, wat ik vind is eigenlijk. Kipnuggets. Ik bedoel, ik eet graag kipnuggets. Maar oké, nog iets dan. waarom is meneer Robinson onbelangrijk in de poppenserie? Omdat we geen idee over hem hebben. Oké, waarom is Kerstspecial van die film eigenlijk, nou ja, je weet wel, zoveel muziek? Het lijkt alsof het een musical was. Het is ook een musical, Gumball. Eeuw, ik haat musicals. Maar maar nu gaat Jacob Hopkins verzorgen dat jij gaat nu zingen. Dun 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 dun. Ik wil terug leven, ik wil terug leven, terug naar mijn familie. Wow, wow, ik ga terug naar mijn familie. Wow, 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 wow. Stop. En Jacob gaat ook straks zingen van het maakt niet uit wat je bent. En dan ga jij echt moeten zingen. Nee, nu even niet. Ik heb nog vraagjes. Oké. Hoe is het met je moeder? Oké, daar, Gumball, ik help je niet meer. Ik wil ook je helpen, maar... Kom op! Ben!
Kom op, Ben. Voor jou is het Boklui. Kom op, Boklui. En nog met meer zakken erin. Boklet. Gewoon Boklet. Ah, ik gooi deze pen. Deze potlood naar je. Ah. Din, 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 din. Din. Wordt vervolgd. Din, 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 din. Gaat Gumball het overleven om terug naar zijn wereld te komen? Zullen we zien in de volgende aflevering. De tekenfilm deel 2. Het is zo moeilijk. Maar misschien weet ik het altijd moet doen. Kom terug, alsjeblieft. Ik wil gewoon weer terug naar mijn eigen familie. Ik wil gewoon helaas die stilte gevallen, want ik wil echt iets zeggen. En ik besef dat ik mijn benen moet gaan plaatsen. Die wel, het kan aanraken. Door, wang me. Auw. Kom op, vergeet me nou niet. Oké. Ik denk dat ik het snap. Als je niet weer veel vergeet, moet je iets anders dan proberen. Bijvoorbeeld een soufflé, een chips. En nog meer. Snap je? Nee, het gaat niet lekker zijn. Doe maar niet thuis. Ik ga kipnuggets maken. Hallo! Wie is het? Ik ben het, met Grace. Je klinkt als Banaantje Joe. Ik doe de stem van Banaantje Joe. Ik snap het. Als je echt op de stem van Banaantje Joe bent, stop dan met raar doen en werd populair. Ik heb een vraagje. Wat? Je weet toch die ene... Hoezo kan jij een vraag hebben? Ik moet een vraag hebben voor jou. Ik heb nu één vraag voor jou. Wat is de vraag dan? Wat is het belangrijkste in je leven en waar wil je een doel mee bereiken? Deze vraag heb ik nog nooit beantwoord, maar ik denk dat ik bedoel dat ik geen leven wil hebben. Ik ben nep, dus wat is dat voor een rare vraag? Dus eigenlijk is het dezelfde vraag voor jou. En nog een vraagje, nog één. Oh, kom op, gast. Oké. Wie is die ene dikke man die bij jou woont? Mijn vader, dat zou je moeten weten. Je een van de makers. Oh ja. En nog een vraag. Ik heb een vraag voor jou. Wat? Hoe gaat het met je moeder? Oké, daar! Nee, ik vraag gewoon naar man. Hoe is het met je moeder? Dan is het toch niet zo erg? Waarom is het zo erg? Oké, wat als ik zeg? Hoe is het met jouw moeder? Eigenlijk best wel goed. Maar ik haar nu, man. Wat? Helemaal niet. Wat is je probleem, ekel? Mag ik hier wegkomen? Je bent raar. Oké. Oké, dus, ik denk dat ik iets anders wil bedenken. Wat Donnie zal doen. Ik ga iedereen van mijn familie naar doen. Hey, ik ben een nou dik man en ik moet vaak op dieet. Oh, Campbell, jij bent de knapste en de heetste man ter wereld. Wat zullen we gaan doen, Campbell? Jij bent mijn man. En ik ben een heet en ik vind het voedsel vergeten. Omdat het toch helemaal geen niks heeft om te doen. Kom dicht, Anaïs. Dat is zeker om te eten. Darren? Oh, hey Anaïs. Nee, ik ben een Gumball. Oh, hey Gumball. Wat? Je bent helemaal een tekenfilm. Wat is er gebeurd? Hoe bedoel je? Natuurlijk, ik moet een contract vinden. En dan is alles weer in orde. Zodat we nu weer terug allemaal samen weer komen. En zodat ik mijn vriendinnetje weer terug kan zoenen. Ook al mijn mond niet daar meer kan bewegen. Maar hier dus wel. Dus kom op, gast. Laten we nu alles gaan oplossen. Oké. En dan hebben we ons leven weer terug. Is dat niet geweldig? Jumbo, ik heb een vraagje. Wat? Weet je waar de contract eigenlijk is? Ik weet niet. Ik denk in die, hè. Ik ben bankgast. Darren, je hoeft niet als bank te zijn. My man, Gumball, gaat als oplossen. Hey Gumball, dat is gewoon een rare dag. Eerst was er zo een maker. En toen praat hij met je. En toen was mijn stem zo aan, wauw, dat ik zing. En toen ineens had ik precies een wens gedaan, precies. Omdat ik wou tekenfilm zijn toen. Ja, maar nu wil ik terug weer een pop zijn waar ik niet kan praten. Waar ik geen pijn heb. Waar ik alles nep kan doen. Mijn hele leven is een leugen, gast. Ja, maar je moet blij zijn. Ik bedoel, je moet gewoon papier tekenen en dan krijg je gewoon echt eten. Of dan kun je gewoon echt iets kopen, gast. Oké, dan is alles dan meer in orde. Oké.
Oké, wacht, het zijn binnen het huis. Psst, voorzichtig, het kan hier gevaarlijk zijn. Oké, ik kom daar niet voor geen enkel billen. Gast, kom gewoon. Gast, mocht je willen, we gaan naar huis. We gaan gewoon, ja? Oh. Wees toch geen klein kind en wees een man. Oké, even zien. Oké, hier ligt het contract niet. Hey, gast, heb jij het contract gevonden? Nee, maar wel een heel vreemd drankje. Ik ga het jou als eerste laten drinken. Nee! Waarom niet? Nee! Kom op! Nee! Waarom wil je niet? Ik wil het gewoon niet! En is er een reden? Want als je geen reden hebt, moet je het wel doen. Omdat het gevaarlijk is! Wat is er gevaarlijk aan? Het is een slokje water. Kijk, bronwater. Bronwater? Bronwater is mijn leven, man! Ja, drink het. Het is alcohol! Vast een oude man heeft hier gewoon het. Hey, als ik het drink, moet jij het ook opdrinken. Wat? Het is alcohol. Geef me meer. Nee, ik wil het. Pingelingeling. Eeuw. Ja, tenminste alcohol. Problemen mee? Wat is er? Huh? Je bent duizelig. Nee, ik ben 12 en ik kan niet meer eens. Nu is het even de moment dat Dorian iets moet doen. Nee, ik leef nog hoor. Ik wou gewoon aandacht. Ik voelde niks hoor. Alcohol is juist lekker, maar wel gevaar. Dus drink geen alcohol van je ouders. Okay. Onze ouders zijn er op dit moment momenteel niet bij. Oké. Hier. Oh, wauw. Er zitten heel veel spellingen hoor. Ja, en hier ga ik nu aanstekenen en zorgen dat mijn familie terug is. Ik hoop dat het gebeurt. Want als het niet gebeurt, vind ik het heel erg jammer dat dit allemaal gebeurd was. Hey, heb jij ook zin om iets te eten? Want nu heb je wel echt monden. Maar, ja maar, gast. We hebben hier een contract. Ik kan nu de poppenwereld weer terug openen. En dan zitten we niet in deze hel. Gumball? Wat? Zijn we eigenlijk slechte mensen? Want we doen eerst iets wat we willen en dan willen we het opeens niet meer. Wat is daar slecht nou aan, gast? Het is gewoon alles is in orde. We zijn gewoon van keuze veranderd. Dat is toch niet slecht? Kijk! Maar stel, het is de Saddam en de Hitler. Waar ga je van kiezen? Eerst zou je wel kiezen en dan niet, Dorian. Want je weet, ze zijn allebei slechte mensen, volgens Steve Simeon. Maar misschien is Hitler veranderd en die al... Dorian, let op je woorden! Oké. Mag ik het al handtekenen of niet? Ik denk niet dat we moeten handtekenen, maar met juist maar, scheuren. Wat? Wil je de poppenwereld meer terug? Dan zie je mom, pap en niemand anders meer terug. En hier is geen eten meer in deze wereld. Wat? Maar dat is raar. Alleen deze alcohol dat heel lekker is, dat eigenlijk niet mag, zei ik. Oké. Of een of ander ding. Of hoe dat ook moet, maar vind je dit ook niet raar? Nou, het hangt vanaf. Als je wil dat ik het teken, dit contract, dan doe ik het! Oké, rustig aan. En een beetje hier, en een beetje daar. En voilà! Ons leven is weg! Maar weer. Mijn bibs! Het voelt zo alsof het hard is. Mijn vin! Waar ga je? Het gebeurt! Gast! Je bent grappen! Wat gebeurt er ook bij jou? We komen terug! Ja, heel fijn voor je. Ja, wat te gek! We gaan terug! Oké. Dus, ik hoop dat ze weer terug zijn. Waar waren jullie? Mam, het maakt niet uit als pop of niet pop. Ik hou nog steeds van jullie. Waar heb je het nou nu over? Wat jij zegt is niet voor best. 1 april! Mam, het is geen 1 april! Ja, we hebben ook af en toe. Richard denkt de hele tijd dat het 1 april is, terwijl het toen nog helemaal bij het begin van de maanden zit. Maakt niet uit. Ik vergeef het je dat je mij gebaard hebt.
Wat is er nou mis mee? Jij bent tenminste nu eindelijk weer vrij.